Hallo. Waar gaat u naartoe? Ik ben onderweg naar een mini-biep. Mini-biep, dat is een klein kastje. Die heb ik geplaatst op het schoolplein bij het ambacht. En daar kunnen mensen gratis een boek ruilen. En u bent er de eigenaar van? Ja, klopt. Nou ja, iedereen is er een eigenaar van. Maar ik ben het begonnen en hoop dat meer mensen aan meedoen. Zou ik met u mee mogen lopen? Ja, dat mag. Dat is zo, er staat een kastje. Er staat op wat het is. En dan kun je daar gewoon je boeken neerleggen. En gratis ook meenemen. Zomaar leuk, iets kleins. Wat voor een kind misschien wel heel groot en leuk is, dat je daar zomaar iets mag pakken. Oh, is het voor kinderen? Vooral, op school is die vooral voor kinderen. Wat heeft u voor boeken? Ik heb hier mijn eerste Bijbel gekregen. Kat in het bakkie, rijmen is een makkie. Een boek van het dierenfeest. Nou, en nog wat boeken. Er zitten ook grote mensenboeken bij, zie ik. De boeken krijg ik van mensen die weten dat ik in de biepjes zit. En mensen denken veelal van, dat is mooi, kan ik mooi mijn boeken kwijt. Nou ja, zolang het past, dan past het. En als het niet past, dan zet ik dat op de Facebookpagina, dat je voorlopig niks meer erin kan stoppen. Anders begint het zo op een rommelschuur te lijken. Dat is ook niet wat je wil. Zal ik hem eens open doen? Vooral bij deze vind ik het heel leuk om lekker extra enthousiast te maken, omdat hij op een schoolplein staat. En het moet wel de aandacht trekken van de kinderen. Dus als er wat kleur aan zit, dan trekt dat al gauw natuurlijk. Kinderen zijn hartstikke nieuwsgierig. Hij staat er nu, hoe lang die er nu staat? Ja. Hij staat er nu sinds afgelopen vrijdag of donderdag. Dus echt heel kort. Ja. Ja, heel kort. Is het een experiment? Misschien wel. Die van mij thuis is ook nog steeds een experiment. Staat er ook al een maand. Maar die schijnt goed te lopen. Ja, die is echt. Mensen weten hem al te vinden. Dat is heel leuk om te zien. In het dagelijks leven organiseer ik en bedenk ik kinderfeestjes, creatieve feestjes. Wat is daar leuk aan? Het leuke is dat het vooral leuk is, vind ik, om met kinderen creatief bezig te zijn. Omdat ze dan op een bepaalde manier kunnen ontspannen en zichzelf kunnen ontdekken van, oh, wat vind ik leuk? Wat kan ik goed? Een soort ontdekkingsreis. Als je eenmaal begint met knutselen, dan brengt het ze meestal ergens waarvan ze niet wisten dat ze dat zelf konden doen. En de creatieve workshops voor volwassenen, die vinden veelal plaats bij de Vreemde Vogel in Vlaardingen. Echt waar? Dat is de natuurcamping? Het buitenhotel, ja. Ja. Ja, want het is misschien een beetje vreemd voor volwassenen om leuk met bloemetjes en propjes papier, ja, toch? Ja, nou, daar kun je nog wel van schrikken, denk ik. Workshops voor volwassenen is onder andere een kietskandelaar maken. Dan hebben we dus allemaal rommel, ja, die je normaal weggooit. Ja. Stapen we er nu op en dan wordt het een kandelaar. Oh. Nou, super kids, super fout. Ja. Hou ervan. Het hoeft niet allemaal te kloppen. Wat gaat ermee gebeuren? Die mag je gewoon thuis in je vensterbank zetten? Ja, ja, ja. Die mag je thuis neerzetten of die mag je thuis nog even spuiten met een leuke kleur. Ja, het is verbaas jezelf avond eigenlijk. En wie komen daarop af? Vooral veel vrouwen, dat zal je begrijpen. Maar er komen zeker 10 tot 20 aanmeldingen per keer. Omdat het gewoon leuk is om te doen en het verbaast mensen. En dat vind ik het leuke. Verbaas jezelf, dat is net met kinderen. Ze kunnen zichzelf verrassen met wat ze eigenlijk kunnen. In plaats van achter een computer zitten. Ja, hoe zien die fasen eruit? Ja, heel fout. Je moet je voorstellen alles wat je op Koninginnedag heel hard voorbij loopt. Zo'n kleedje vol met rommel. Ja, daar maak je mij gewoon blij mee. Oké. Okay. Ik ben er vrolijk van. Ja, want het kastje wat we net gezien hebben, dat is geloof ik ook van de rommelmarkt. Nou, dat is via een mevrouwtje die van haar spullen afwou. En daar maak je mij dan weer blij mee. Ja? Ja, in principe is het idee om er 5 te plaatsen in Vlaardingen. Gewoon hier en daar ineens kom je een diepje tegen. Echt waar? Ja. En op plekken waar heel veel mensen komen. Ja, ongeschonden blijven staan en zo. Ja, daar ben ik eigenlijk niet zo mee bezig. Daar vragen heel veel mensen naar. Daar heb ik zelf eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Ja, er staat hier één op een schoolplein. Ik dacht al van, daar komt hangjeugd op af, maar het schijnt mee te vallen. Ja, het schijnt heel erg mee te vallen, want ja, hij wordt ook 's avonds binnengehaald. En wie maakt er nou gebruik van de biep? Want u zei kinderen, maar bij u thuis? Bij mij thuis zijn het vooral mensen die van en naar het station lopen. Mensen weten nu ook gewoon de weg te vinden naar het biepje. Dus komen naar het biepje met boeken. Of voor boeken vooral. Ja. Buurtkinderen die met hun moeder langslopen. Dus stoppen soms nog wel eens een lolly in of een cakeje of iets anders. Oh, echt waar? Je wordt ook beloond? Ja. Ja. Het is gewoon grappig om, om te zien wat het met mensen doet. Pas op, stoep. Ja, kennen ze u een beetje in Vlaardingen? Nou, misschien nog een stoep. Het is levensgevaarlijk hier. Ja, het is Vlaardingen. Je weet niet wat je meemaakt. Mensen weten me al te vinden voor de workshops en de creatieve feestjes. En zo is dit ook ontstaan, omdat ik alles doe
met spullen die je al had staan, dus hergebruik. Ja. Ja, daarom paste dit biefje ook uitstekend bij mij en bij werkwinkeltje. Zelf ben ik niet zo'n knutselkind geweest vroeger. Ik was meer het buitenspeelkind. Ja. Ik kan wel zeggen dat ik een laadbloeier ben. Eigenlijk met alles wat ik doe. Oh, u haalt het nu een beetje in? Ja, eigenlijk wel. Ik vind het zelf ook gewoon heel fijn. U zit ook zelf graag met de vingerverf. In mijn haar. Ja, ja, heel graag. Ja, leuk. Ja, ik hou ervan. En de kinderworkshops zijn ook bij mij thuis. Echt waar? Die organiseer ik op woensdag of vrijdagmiddag. Alles weer opruimen en aflopen. Ja, dat geeft niks. Ik krijg heel veel energie van die kinderen. Dus dat is wel fijn als ik het dan... Maken ze rommel? Alles op. Ja, ze maken een rommel. Maar ja, ik ben de baas en ik bepaal wat er wel weer niet kan. En zolang dat duidelijk is, dan is het altijd gezellig. Oh, je bent wel streng. Ja, tuurlijk. Anders kun je het ook niet gezellig hebben. Ze moeten rechtop zitten, luisteren. Ja, armen over elkaar, vingers opsteken. Oh, dan gaat het goed. En tijdens feesten en partijen, bruiloften. Ik kom langs met de knutseltafel. En dan zijn er ook altijd kinderen die aanschuiven. En gaan testen van hoe ver kan ik gaan. Oh. Ja. En wat doen ze dan? Ja, dan beginnen ze gelijk... duidelijk te maken dat zij denken dat zij de baas zijn aan die tafel. Maar zo werkt het niet. Nou, dan wens ik u heel veel plezier met de mini-biep en de kinderfeestjes. En dank dat ik mee mocht lopen. Graag gedaan!